Welkom bij Liberdoc Talks, een sessie waarin we het hebben over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Mijn naam is Marianne van Eck. En mijn naam is Daan Rijsmus. Vandaag gaan we het hebben over de inlenersbeloning. Als bedrijven tegen een vergoeding arbeidskrachten uitlenen aan een andere organisatie, dan is de WADI van toepassing. En dat is de wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, met een moeilijk woord, kortweg WADI. Ja, en die WADI heeft tot doel dat als arbeidskrachten worden ingeleend of uitgeleend, dat zij eenzelfde beloning krijgen als werknemers die in dezelfde of soortgelijke functies werken. Het gaat dus eigenlijk gewoon om een eerlijke en gelijke beloning van mensen die in het bedrijf werkzaam zijn. Wat is dan eigenlijk ter beschikkingstelling? Want dat is een cruciaal criterium voor de vraag of die inlenersbeloning van de WADI van toepassing is. Ja, het zijn vaak uitzendbureaus die dat doen, maar hoeft niet per se. Wanneer is dan sprake van ter beschikkingstelling? Moet uiteraard sprake zijn van een arbeidskracht. Dus het criterium is niet werknemer, maar een arbeidskracht. Ja. Die gaat werken bij een inlenende organisatie. Maar onder leiding en toezicht van het inlenende bedrijf. Van dat inlenende bedrijf. Dus dat hij ook echt wat te zeggen heeft over die arbeidskracht. Hoe laat hij moet komen werken, welke werkzaamheden hij moet komen, hoe hij het werk doet. Dus er moet echt leiding en toezicht zijn over die arbeidskracht. Dat ligt dan dus niet bij de uitlener. Ja. En dan rijst natuurlijk de vraag, wat valt er allemaal onder die inlenersbeloningen als de WADI van toepassing is? Nou, dat begrip beloning is eigenlijk best wel breed. Er valt natuurlijk salaris onder, vakantietoeslag, reiskostenvergoeding, een extra uitkering, een 13e maand. Dat is best wel veel, wat de WADI onder beloning zet. Het zijn vooral primaire arbeidsvoorwaarden, niet zozeer secundaire. Nee, dat klopt. Dus niet bijvoorbeeld scholing of iets dergelijks, scholingsbeleid, dat valt daar niet onder. Nee. Ontwikkeling valt daar niet onder. Dat mag het uitlenende bedrijf doen, hè? Die ontwikkeling van die mensen. Ja, precies. Dat doet het uitlenende bedrijf, maar daar hoeft het inlenende bedrijf zich niet aan te houden. Wat nog wel even belangrijk is, is dat je wel altijd even de cao van de uitlener checkt. Omdat het best wel kan zijn dat de cao betere voorwaarden of juist mindere voorwaarden afspreekt dan de WADI. Dus dan krijg je dus een andere inlenersbeloning in feite. Dat is eigenlijk in de uitzend cao natuurlijk ook gebeurd. Ja, daar is afgeweken van de WADI. Ja. Dus eigenlijk is het ook best wel complex als bedrijf om vast te stellen, wat is nou precies de beloning die ik die arbeidskrachten moet betalen die ik nu voor 6 maanden... uitleen aan bedrijf X. Ja, dat is heel moeilijk. En die verantwoordelijkheid die ligt bij het uitlenende bedrijf. Die heeft natuurlijk informatie nodig van de inlener. Die inlener moet dat geven via een verklaring werkgever. Of verklaring inlenersbeloning heet dat. En die moet daar natuurlijk de juiste informatie geven over hoe en wat. Nou ja, en dan is natuurlijk de hamvraag, zeker als het niet zo simpel is om precies vast te stellen wat de juiste inlenersbeloning is. Wat gebeurt er als je het fout doet? Ja, dat komt natuurlijk nog wel eens voor. Ja. Dan kan daar een melding van worden gemaakt bij de arbeidsinspectie. Dat zal die arbeidskracht doen of die arbeidskrachten. Vakbond mag het ook. Okay. Dus dat is wel goed om te realiseren. En die inspectie zal dat gaan onderzoeken. Die zal kijken of er aanleiding is voor na de onderzoek. En die komt dan ook echt op de werkvloer langs. Ja, en die gaat stukken inzien. Administratie, mensen horen. Mensen horen. Die maakt daar vervolgens verslag van. En daar zal dat verslag wordt gedeeld met de belanghebbende. Nou, dat zal dus natuurlijk die inlener en uitlener. Exact. Ja. En dan zou daar een conclusie uit volgen. Maar neem aan ook de melder. Ook de melder, die valt ook onder de termen belanghebbende dan. En de vakbonden krijgen ook een kopie. Ja, die krijgen ook een kopie. Dus het wordt breed uitgemeten, om het zomaar te zeggen. Ja. Geen pretje. Geen pretje als je het natuurlijk niet goed hebt gedaan. Exact, nee. Natuurlijk. Ja. Als je het goed hebt gedaan, is er niks aan de hand. Maar zo'n inspectie over de vloer is in begin natuurlijk niet zo fijn. En als die dan concludeert dat de WADI niet goed is nageleefd. Dan zal natuurlijk een loonvordering volgen. Een loonvordering bijvoorbeeld bij de rechter in het meest extreme geval. En dan zul je nog even als inlenende onderneming zou je nog even een nabetaling moeten doen. Al dan niet met wettelijke rente, verhoging enzovoort. En onder omstandigheden kan het bedrijf dat het niet goed heeft gedaan ook nog een bestuurlijke boete opgelegd krijgen. Kortom, de gevolgen van de WADI niet goed toepassen, die kunnen echt wel fors zijn. Ja.
Wij krijgen daarom ook best wel vaak vragen daarover. En wij kunnen ons ook heel goed voorstellen dat het helemaal niet altijd zo makkelijk is om die juiste inlenersbeloning vast te stellen. Dus u kunt altijd bellen. Graag helpen we verder, denken we verder. We hebben daar veel expertise mee. Dus helpen daar graag bij. Ja, zeker. Hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende LibroTalks.